geweest van wat neon en gas is. En ik ontdek dus hier dat het hier heel mooi diffuus in die buis is. En doordat die buis hier gevuld is met glas, buigt die dat gas af. En dat gaat alle richtingen op. Ik moet zelfs wel even kijken wat er nou precies gebeurt. De doorgang wordt smaller en daardoor verandert de intensiteit van het licht. Ik vind het echt schitterend.